eigenlijk allemaal. Mag je eentje voorlezen? Eentje. Je voelt je soms zo'n lulletje, als je het hele spulletje van 's levens gang beziet. We sparen mooie bulletjes, maar blijven kleine knulletjes. Het liefste aan de tiet. Fijn, Koos. Nog eentje. Oh ja, deze. Het oude meneertje schilde zijn peertje. Keek naar zijn vrouwtje, kreeg een klein knauwtje en dacht, wat was ik in mijn sas, toen zij nog net zo sappig als dit kleine peertje was. Nou, zo staan er een stuk of 100 in dit bundeltje. Gelukkig nog net op tijd voor Sinterklaas in de boekwinkel. Misschien mag ik ook nog even zeggen, Bie, dat ik maandag signeer in de HEMA. Ik sta tussen dokter Anda Schenk, Jos Brink en de Warme Worst. En dan hoop ik dat het door mijn televisiebekendheid ook natuurlijk, geef het eerlijk toe, een beetje gaat lopen. Nou, als een treintje, Koos. Ik heb eentje voor jou met opdracht. Fijn, dankjewel. Dat lees ik dan wel na de uitzending. Okay. Goed, dames en heren, goedenavond. Nu een geheim AVRO-onderzoek van bureau Lagendijk is uitgelekt, weten we dan eindelijk wat u echt bezighoudt. En als voornaamste bronnen van alle ellende ziet u de werkeloosheid, de woningnood, de files en de buitenlanders. En ik vind ook, Koos, dat wij het daar vanavond in deze uitzending over moeten hebben. Nou, nee, wacht. Maar even terug fluiten. Het programma heet Code & Bie, hebben we zo genoemd, omdat we vanuit onszelf raaklijntjes zouden trekken naar de mensen toe. Nou, dus wat onszelf bezighoudt, dat zouden we via onze raakpunten met de kijkers zouden we vertalen. Ja, nou, die, precies. Die gecentreerdheid van onszelf. Nee, jij staat toch ook wel eens in de file en jij ziet toch wat er met de buitenlanders om je heen gaat. Jawel, natuurlijk. Nou, dan moet je toch politiek stelling nemen. Dat doe ik ook, want het persoonlijke is ook politiek. Mm-hmm. En in zo'n geval sla ik dus terug met een gedichtje. En misschien mag ik er nog eentje voorlezen uit mijn bundel. Dat is deze. De mensjes met hun wensjes, hun droompjes en hun hoopjes. Ze rukken aan hun grensjes en raken in de knoopjes. Maar ik zit in het zonnetje. Ober, mag ik een bonnetje? Zeven zuiltjes zoeken zieltjes. Zachtjes zeurend, zin na zin. Mooi. VPRO wil rode kieltjes. Mm-hmm. EO, als het kan, geen homofieltjes. En de rest ertussenin. Oh, dat is toch weer zou ik die graag in mijn bundeltje gehad hebben. Ach. Dat is nou precies wat ik bedoel. Mijn ideaal ook. Samenvallen van persoonlijk en politiek. Ja, maar kan wel degelijk. Dit is toch stuitende onzin? Nee. VPRO wil rode kieltjes. Dat is dichterlijke vrijheid. Die hanteer jij toch ook? Nooit. Tuurlijk wel. Je belt toch zogenaamd met een Theo. Je kent toch helemaal geen Theo? Oh nee? Nee, je kent helemaal geen Theo. Oh nee? Want nee, dan zou ik hem toch ook moeten kennen? Ik heb maar één Theo, die ken jij niet. Je kent helemaal geen Theo. En dan bellen en zeggen, oh Theo dit en Theo dat. Nou dat goed, oké. Onzin. Ken ik geen dichterlijke Theo. Dichterlijke vrijheid is dat. Maar ik geef dat een vorm. Want via die Theo zeg ik hele belangrijke dingen over de tijd. Je zegt het zelf. Via Theo over de tijd. Je moet het gewoon over jezelf hebben. Dan heb je het automatisch over de tijd. Je moet iets over jezelf zeggen. Wat ik ook dus doe in mijn bundeltje. Maar dat zou toch ontzettend ijdel zijn als ik nou hier over mezelf ga zitten vertellen. Nee, daar moet je doorheen. Wat zou je nou van jezelf willen vertellen? Mensen mij vragen in honderden brieven. Nee, wat vragen ze dan? Hoe komt het dat je zo bent afgevallen? Ja, dat heb je mij ook nog nooit verteld. Hoe komt dat je zo bent afgevallen? Ja, vertel dat. Dat ga ik toch niet vertellen op de buis. Dat is toch ijdeltuin. Waarom nou niet? Als je dat vertelt, over jezelf vertellen is over de tijd vertellen, is samenvallen met jezelf. Nou, gecenterdheid. Ik val samen met mezelf. Ik ben van 120 kilo teruggekomen naar 90 kilo. Nou, dan val ik samen met mezelf. Maar ik ga die kuur, die was heel streng, was heel hard. Ga ik toch niet hier op de buis zitten etaleren, zitten opscheppen? Dat weeg ik ook 90 kilo. Nee. Dus dat vind ik inderdaad niks om het over te hebben. Dat kan helemaal niet. Wat niet? Jij weegt geen 90 kilo. Ik weeg 90 kilo. Ik heb altijd gewogen. Koud, ik ben twee koppen groter. Vaste schapen. Ik weet ook niet hoe het komt, maar ik kan er 100 meer worden, zegt de dokter. Ik weeg 90 kilo. Nou, punt uit, klaar. Maar dat gezeur over die gewichten tegenwoordig. Nou, dat wil ik wel eens zien. Dat bestaat niet, Koud, dat jij 90. Ach, wat een onzin. En hoe er staat hier ergens een weegschaal. Doe het licht als je maar goed voelt. Nee, dat bestaat niet. Hier. Nee, zeg. Laten we het. Nee, dat wil ik nou wel eens zien, Koot. Je gelooft het zo wel. 90 kilo. Hier, kijk. Ik zal het eens even proberen. En hier, 90 kilo. Weeg jij? Zie je? Nou jij. Ik heb mijn tijd niet gewogen. Ga maar staan. Dat weeg ik ook. Dubbeltje erin bestaat niet.
Hier. Hier, meer? Oh jeetje, dan moet ik oppassen. 95. Dan moet ik er wat af voor de volgende week naar komkommer dieet. Zie je, 95? Hè? Ja, ik kan er niks aan doen. Heb ik altijd gewogen. Toen ik 13 was, woog ik 124. Toen moest er wat af, was lastig met gym. Bandrekken gebroken, kwam er recht op. Laten we samen, naar huis gaan staan. Dan zouden we samen. Samen dus 90 naar 180. 180. Een dubbeltje, een dubbeltje. Hier, ja, ik vind het allemaal niks te doen, hè? Als je maar goed van hier kijkt, 140. Wat staat dat nou? Wacht even, staat in een bundeltje ook. Oh, oh, wat een bedrijvigheid tegen die zwaarlijvigheid. Gulzig mondje, kwabbig kontje, streng dieetje, weg dat reetje. Maar wat roept het calorietje? Ach meneer, vergun me nietje.